Terwijl ik daar een grote bonte specht hoor. Ja, ik sta in het bos. Merkwaardig genoeg. Want dit gaat over de Zuidpier. Over een aalscholver over de Zuidpier. Die zag ik zitten. Hij zat zich te poetsen. En ik dacht, ik ga eens even lekker tussen die blokken staan. Zodat hij mij niet ziet. Maar ik hem wel. Nou ja, het is me gelukt zoals je ziet. Zo heb ik een aalscholver nog nooit vast weten te leggen. Nou ja, het is natuurlijk geen hele bijzondere vogel in die zin. Het is gewoon een hele algemene vogel. Maar ik vond het wel een prachtig plaatje. Er is nog wel iets op te merken over die aalscholvers. In de politiek is het opgevallen dat het soms met de visstand niet zo goed gaat. En wie krijgt daarvan de schuld? Natuurlijk de aalscholver. Want er zijn nog nooit zoveel aalscholvers geweest als nu. Dus wat hebben bepaalde politieke partijen weer eens bedacht? Die aalscholver moet worden bestreden. Wat een onzin. Het is niet de aalscholver die bepaalt hoeveel vis er is. Het is de vis die bepaalt hoeveel aalscholvers er zijn. Zijn er veel aalscholvers, dat betekent ook dat er heel veel vis is. Is er haast geen vis, dan zijn er ook nauwelijks aalscholvers. Die lijden dan massaal honger, sterven de hongerdood. Of ze vertrekken naar andere kontrijen om daar voedsel te gaan zoeken. De relatie tussen prooi en jager is dus vaak andersom. Precies andersom. Wij denken, er zijn veel jagers. En dat gaat dus ten koste van de visstand. Nee, er zijn veel jagers omdat er zoveel prooidieren zijn. Het aantal prooidieren bepaalt het aantal jagers. En dus is het bestrijden van die aalscholver kwats, is onzin. Behalve misschien wanneer je de eigenaar bent van een visvijver. Dan kan ik snappen dat je er geen 200 aalscholvers in wilt zien. Want dan is je visvijver binnen de kortste keren leeg. Maar in zijn algemeenheid, in zo'n IJsselmeer of de Noordzee of de Waddenzee, laat maar lekker doen, die aalscholvers. Veel beter, veel verantwoorder.